Ben je klaar voor morgen? Het wordt heftig. Sorry, boe. Ik werk aan de Dom. Geen mannentrip voor mij. Wat? Geen mannentrip? Geen mannentrip? Ben je gek geworden? Een leuke familiefilm op een feerieke locatie met kussens en dekens. Dat is Film in het Bos. Een speciale belevenis voor de kinderen van Overpelt. De film van vanavond, Baas in Eigen Bos 3. De locatie, Park Heesakkerheide. Wij zijn naar de film gekomen, dat het een leuke activiteit is hier in Bosland. En het is voor hem ook heel fijn om zo eens een film, een unieke ervaring, een tekenfilm in de open lucht. Ik denk dat de bedoeling is van Film in het Bos, dat de mensen meer van de natuur gaan houden en weten dat het ook leuk is. Ja, het is niet in een cinemazaal. Dus. Het is buiten. En hier met een feestje en dat is heel leuk, omdat dat zo in open lucht is. Hier, haal die even vast. Hoe durf jij nog je smoel te vertonen na wat je hebt gedaan? Oh, ik moet mijn geweiers gaan poetsen. Ik ook. Yeah. Wij doen dat eigenlijk om het belang van bos nog eens aan te tonen op een heel leuke manier. En dan vertonen wij eigenlijk een film over bos, in het bos, voor jonge gezinnen eigenlijk. Een leuke film om zo... Ja, de mensen wat dichter in het bos te brengen. De film gaat over een beer en die moest naar het circus met de ruil van een andere beer. Ik vind het een heel leuke film. Dat is zo spannend. Doc, waarom stel je me altijd teleur? Circus over 2 dagen. Je doet alsof het je niks kan schelen. Oh, had ik je moeten opvangen? Het is ook al aangetoond dat mensen die, of kinderen die van jongs af aan veel in het bos lopen, dat die later daar ook meer respect voor hebben. En ik ben zelf ook, vroeger toen ik klein was, veel in het bos gaan spelen. En ik vind dat nu nog altijd heel belangrijk en ook gewoon heel leuk. Dus ik denk ook dat dat wel veel doet door hier zo met al die kinderen in het bos in te gaan. Ze gaan dat wel onthouden en ze nemen daar altijd wel iets van mee. Dus dat vind ik wel zeker belangrijk, ja. Vanavond vind ik hier prachtig. Het is donker, de sterren zien we in de hemel, de maan is er en we hebben een hele mooie film. Nou, ik vind dat echt iets anders. Want anders zit je zo binnen in de cinema, dat is ook fijn. Maar buiten is het ook veel gezelliger met het dekentje. En ja, ik vind dat wel heel fijn.